Nu is er nog een lege plek in het Valkhofpark. Maar in de loop van 2017 zal hier een Stauffer-stele komen te staan. Dat is een omvangrijk monument dat herinnert aan de betekenis van het geslacht Hohenstaufen voor Nijmegen. Het monument komt op de plek waar voorheen het verdwenen Flora-beeld stond. Dat beeld is eerder op mysterieuze wijze verdwenen. Het Stauffer-stele monument is een gemeenschappelijk initiatief van historicus Huub Kursins en de gemeente Nijmegen. Een Stauffer-stele monument, dat is een achthoekige zuil van ongeveer 2,5 meter hoog. En op die zuil staan wat inscripties die herinneren aan de aanwezigheid van de Hohenstaufen tussen 1150 en 1250 na Christus. Het gaat om vier leden van de Hohenstaufen-familie, die ook wel bekend zijn als de keizerlijke familie van het Heilige Roomse Rijk. Nijmegen heeft als enige stad in Nederland deze geschiedenis. Waarom zou je niet iets van de aanwezigheid van die Hohenstaufen, waarvan wij denken dat het allemaal ver weg heeft plaatsgevonden, waarom zouden we niet de herinnering daaraan levend houden? Wat mij betreft wordt die niet dubbel herinnerd door en een stele en een ruïne. Omdat je ten eerste niet alleen Barbarossa herinnert, maar het hele geslacht van de Hohenstaufen. En ten tweede de aanwezigheid van die familie hier zou ook verteld moeten worden. Niet alleen door een stele, maar die stele moet ook oproepen dat mensen de vraag stellen, wie was dan nou die Barbarossa? Het monument dat hiervoor gestaan heeft, het Flora monument, daarvan is bekend dat het nog in 1954 hier gestaan heeft. Het is zwaar beschadigd, voor zover ik begrepen heb, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar het is op een of andere onverklaarbare wijze is dat in 1954 verdwenen. Waarom het precies op die plek komt te staan, die stelen, ik weet niet waarom de gemeente daarvoor gekozen heeft. Dat het in de buurt van die Barbarossa-ruïne moet staan en op een plek waar het niet evenementen in de weg staan.